Als je aan Turks voetbal denkt, dan denk je aan kolkende stadions en uitzinnige supporters. MVV uit Maastricht is de eerste Nederlandse club met een Turkse trainer, Fuat Çapa. Afgelopen weekend vond de derby MVV Fortuna plaats en Jaklas Ersin gaat op zoek naar de echte Turkse voetbalsfeer. Sinds MVV een Turkse coach en enkele Turkse voetballers heeft, ben ook ik een MVV-fan geworden. Maar het enige wat volgens mij nog ontbreekt, is de echte Turkse tribunesfeer. Wat ik weet van Turks voetbal, is dat de supporters ontzettend fanatiek zijn. Dat is ook zo. Çok sıcaklar. Yani şöyle desem, baştan Galatasaray onlar için, sonra hanımları, çocukları. Yani öyle düşünüyor Galatasaray taraftarları. Nu heb ik wel eens op Turkse televisie gezien dat voor de wedstrijd een fanatieke supporter het veld op mag om de tribunes in extase te brengen. Ik zou dat zo graag een keer willen doen hier in Nederland. En dan vanavond. Ja, als je dezelfde weerslag terug kunt krijgen van de supporters, mag je dat van mij gerust doen. Amigo, Türkiye öz bir şey. O gerçekten Türkiye öz bir şey. Yani daha başka bir yerde görmedim. Wat zijn de bekende leuzen hier op de tribunes? Voornamelijk partijsgelden. Zangen. Wat zeg je? Zangen. Wat is dat? Dat is eigenlijk de bijnaam voor de slechtenaren. Zangen. Ja, ik ben echt zenuwachtig. 9000 man. Ja, ik vind succes, hè? Maak er wat van. Ik ben sinds dit seizoen een groot fan geworden van MVV. Ik wil vragen of alle MVV-supporters willen opstaan. En de Fortuna-supporters mogen blijven zitten. Wil iedereen zijn handen omhoog doen? Ik wil een O horen. O. Ik wil zoveel geluid dat de Fortuna-spelers het veld niet op durven.